uit de veren. Het is tweede paasdag en iedereen komt bij ons thuis eten. Vicky en Lucas zijn vegetarisch. En ik heb gisteren voor het eerste documentaire Seaspiracy. Iedereen heeft die denk ik al gezien. Dus je zou er bijna vegetarisch van worden. Alleen is het wel echt heel lastig, heb ik gemerkt, in Korea. Dus het is voor mij een uitdaging om vandaag ook iets vegetarisch te maken. Omdat ik gewoon niet alles hier in de supermarkt kan vinden. Dus ik ga vegetarisch en vlees maken. Ik hoop in ieder geval dat het heel gezellig wordt. En ja, ik ben dus onderweg naar OnePlus. En dan moet ik deze hele wagen volstouwen met alle boodschappen. Dat doe ik normaal gesproken niet anders. Maar ja, als je voor veel mensen gaat koken, betekent dus ook veel boodschappen. Dus ja, ik ga Mexicaans koken. Waarvan dus ook een beetje semi vegetarisch. En ik denk dat mensen in Korea niet vegetarisch zijn. Ik denk in ieder geval minimaal, want ze spelen er hier totaal niet op in. Het enige wat ze hier natuurlijk wel eten is veel tofu. Maar that's it. Nee, dicht doen. Nee. Nee, is geen ijs, is worst. Kom maar terug. Nee, is niet jam-jam. Oh, hij wil zijn wagen niet meer in. Eén voordeel, ik kan hem gebruiken als boodschappenkar. Maar hij rent alle kanten op en hij wil alles pakken. Rio, ga je mee? Je gaat naar de kassa. Een wagentje vol geladen. Rio zit te chillen met zijn ijs. En drinken en zo haal ik gewoon bij ons voor de deur. Bij ons kleine supermarktje. Want ja, het past gewoon niet meer. Helemaal volgesteld. Eigenlijk ook nog iets van een dessert. Ik heb een soort van, het was van een Spaans merk, maar een soort Vianetta ijs gehaald. En even kijken wat ik nog meer kan halen. Ik denk dat ik niks vergeten ben. Ik doe dus altijd alles uit mijn hoofd. En dat is dus niet zo slim. Want vaak vergeet je dan de helft. De tafel is bijna klaar. Cute, hè? Er staan nog wat borden in de vaatwasser. De keuken is één chaos. Maar ik heb dus wel al gevulde paprika's. Die hoeven dus alleen nog in de oven. Dus die heb ik net gemaakt. En deze zijn vegetarisch. Er zitten rijst in, champignons. Nou, verschillende groenten. En ja, wel kaas eroverheen. Dus het is niet vegan. Maar als je de kaas weglaat, zijn ze zeker wel vegan. Of je neemt vegan kaas. Dus ja, mega lekker. Kijk, dit is wat erin zit. En ik ga nu verder met nog twee andere gerechten. En ik hou jullie op de hoogte. We zijn dus helemaal ready voor Pasen. Helemaal. Ik kom niet eens op mijn woorden. Wil jij het zeggen? Ja. Ja? Oké, Sam? Ja. We zijn dus helemaal ready voor Pasen 2.0. Ja. Gaan we eitjes zoeken? Eitjes. Eitjes? Ei. Ja. Dan gaan we lekker Mexicaans eten. Jam, jam. Jam, jam. Wraps. Dit. I've got to go back. We're coming with you, baby. Nu heb je lippenstift, hè? I love you. Je hebt lippenstift. Ja. Ja. Oh. Ja. I love you so much. Is papa ook ready voor Pasen 2.0? Yay! Wow. Wat heb je, Rio? Wow! Wij zijn een beetje kapot van de paasdagen. Dave heeft net getraind en ik heb alles opgeruimd hier. Tenminste, bijna alles. En ik heb ook opgeruimd. Jij hebt gisteravond heel goed geholpen met de afwas en zo. Dat dacht ik wel.
En ik wil eventjes die props hebben. Ja, die heb ik je al steeds gegeven. Maar even voor de kijkers, inderdaad. Dave heeft echt super goed geholpen. Ik ga zo eventjes naar de pedicure. En ja, daar heb ik eigenlijk best wel veel zin in. Even 2 uurtjes voor mezelf. En het wordt hier ook mooi weer, dus tijd voor slippers. Dave zit hier een gek dansje te doen met zijn blote kont. Wil je dit niet filmen? Nee. Jesus. Ja, dus daar heb ik wel even zin in. Dave is dan met Rio Kimchi. Nee, ik ben sprakeloos. Echt sprakeloos. Hoe zou dat nou komen? Nou, ik heb die kont wel vaker gezien hoor. Ja, dus eigenlijk een beetje een chill dagje en straks lekker pedicure. Dus ik ben benieuwd of ik het nou simpel ga houden of dat ik... Wat voor kleur penaals ga je nemen? Jij mag kiezen. Doe maar rood. Lekker zeg. Nog eentje die ik lekker vind. Gaan we kimchi uitlaten? Kimchi. Waar is kimchi dan? Kimchi. Ja. Papa ook uitlaten? Ja. Nou. 1, 2. 1, 2. Hallo. Ja, ja. Oh, wat gezellig, Rio. Speeltuin. Wauw. Waar zijn we? Mooi. Wow. Wow. Wow, mag je nog zo laat buiten spelen? Wow. Moet mama eraf met jou? Yes. 1, 2, jump. Woehoe. Ga je weer glijden? Nee. Ik ga je pakken. Ja. Dit is dus bij ons op de 5e verdieping. En daar, zoals je vanaf hier kunt zien, zijn mensen gewoon aan het golfen. Aan het afslaan. Dat is super fijn voor kinderen als je geen tuin hebt, dat je gewoon even naar de 5e verdieping kunt. Dit mocht alleen niet in quarantaine. Daar gaat hij. Oh, Rio, wat ben jij stout? Wee! Wee! Dag glijden. 1, 2. Woe! Wat ga je hard! Wat een hele lieve hond ben jij. Een hele lieve goedzak. We hebben visite. Hi, Carlo. Hi! Hoe cute. Rio, is dat je vriend? Ja, hè? Het is dus voor het eerst dat ik op iemand anders een baby pas samen met Rio. En Rio vindt het wel heel leuk om het grote vriendje, de grote broer te zijn. Ja. En ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Ik was er een beetje zenuwachtig over dat Rio jaloers zou zijn of alle aandacht zou willen opeisen. Maar dat valt eigenlijk mee. Ja, goed zo. Zachtjes. Heel zachtjes. Heel lief. Dat is toch cute. En Carlo is eigenlijk een hele relaxte baby. Heel lief. Dus ik heb hem nu net in een baby Bjorn gezet. Ik heb er zelf nooit eentje gehad. Maar ik weet zeker als ik nog een kleintje zou krijgen dat ik er ook eentje zou nemen. Echt super handig. This is nice. Right? This is cute. We zijn dus echt op een super leuke plek. Echt heel cute. En ik ben hier wel ooit één keer naar binnen gelopen voordat ik naar Nederland ging. Toen was het net nieuw. Alleen nog nooit echt gezeten.
Maar dit is dus heel dicht. Heel dicht bij ons huis. En ze hebben lekkere wafels, croissantjes en koffie. Althans, dat gaan we zo proeven. Ja. Ja. En ja, ik ben benieuwd. Het is ook echt super leuk om kaarten mee te nemen. Gezellig met z'n allen hier te zitten. Wow, yum yum. Wie staat er, Rio? Papa. Papa? Papa. Heb je papa gezien? Bal. Ja. Papa. Ja. Papa. Is de bal, hè? Bal. Oh my god. Ik ben echt helemaal uitgeteld. Rio is de afgelopen dagen zo ondeugend en zo druk. Ik kan het even niet meer aan. We waren vanmiddag gezellig met z'n tweetjes, of eigenlijk met z'n vieren. Vicky, ik en Rio en Carlo even een koffietje drinken. En Rio kan tegenwoordig zelf uit zijn kinderwagen ontsnappen. Zelf uit zijn kinderstoel, uit zijn trappelzak. En hij is dus vanmiddag uit zijn bed geklommen en gevallen. Dus ja, het is gewoon echt over met de pret. En hij is gewoon heel ondeugend. Alles op de grond gooien, huilen als hij zijn zin niet krijgt. Ik weet gewoon niet wat er aan de hand is. Doe! Je bent gewoon ook heel schattig en lief en leuk. Maar mama is echt heel moe. Mama. Ja, mama is echt heel moe. We zitten nu voetbal te kijken. Ik was met Vicky dus naar het cafeetje. Papa. Ja, papa, ja. En Rio was gewoon ondeugend. En daarna wilde ze even dezelfde Essex schoenen als wat ik had. Gimpen, die zo lekker zitten. En we waren in die winkel en hij heeft echt alle gimpen van de wand gegooid. En ik zei van ja, sorry, ik ga naar boven. En we zouden eigenlijk vanavond samen voetbal kijken. Maar Rio was zo hysterisch. Dat ze hem wel een beetje aanvoelde, denk ik. En ze zei, take your time en we zien elkaar morgen. Dus ik zit nu met een glas rode wijn op de bank voetbal te kijken. Het is 7:00. En ik had al geprobeerd om hem naar bed te doen, maar dat wilde hij absoluut niet. Hey, yeah. Dus ja, jij vindt het wel grappig, hè? Hey, yeah. Dus ik wacht even tot 8:00. En verder ben ik druk bezig met een project. Dus daar ben ik al sinds vanochtend heel druk mee. En het is gewoon best lastig om dat tussen alle bedrijven door te doen. Je zou denken van nou, ze heeft toch niks te doen. Maar ik heb echt mijn handen vol aan deze kleine ukkepuk. Ga wel zitten op je billen. Op je billen. Zitten. Die tafel is van glas, hè? Ja. Auwie. Auw. Auw. Ga maar zitten. Je weet het wel. Je weet het wel. Ga maar kusje. Ja, je bent ook lief. Rio? Doe de kaas maar terug in het bakje. Hey Rio, doe maar in het bakje. Ja. Doe dan. Waar is de kaas? Dat. Doe maar in het bakje. Nee. Hoezo nee? Ja. Papa. Ja papa, die heb ik gezien. Maar doe de kaas eens in het bakje. Ja. Waar is de kaas? Dat. Ja, doe in het bakje. Nee. Oh my god, dit bedoel ik dus de hele dag. Nee, 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 nee. Oké, ik was dus even de wasmachine leeg aan het halen. En wat heb jij gedaan? Oh. Wat is dat? Oh. Ja, dat is de kaas op de tv. Op tijd. Oh my god, het wordt echt tijd dat jij naar bed gaat. Dave heeft gisteren 3-2 gewonnen. Wat super goed was. En heel spannend. En hij belt me nu net, hij heeft net lichte training gedaan. Of ik naar buiten kom om lekker te wandelen. Want het is super mooi weer. Kom Rio's, ba! Nee! Nee, komen! Wat een oncomfortabel bankje. Kom, ga je mee? Oké, doei Rio, mama gaat weg. Thank you.
Beetje verkeerd om, hè? Mama doen? Kom maar. Wow, wat een coole boy. Wauw. Kom maar, Anjo. Met die mevrouw Box. Het licht is een beetje slecht, maar we zijn onderweg naar de massagesalon. Rio is bij Annie en ze waren net nog lief aan het spelen, dus dat is helemaal oké. En ik kijk er echt super erg naar uit, vooral omdat Rio gewoon de laatste dagen zo ondeugend is, heb ik het gewoon eventjes echt nodig. Gewoon wat tijd voor ons samen en even relaxen. En die massagesalon hier is niet normaal. Hier is iets meer licht. We hebben net een kop courgettesoep gegeten thuis. En Dave zegt, ik heb al zin in Korean barbecue. Onze favoriete Korean barbecue is al een tijdje dicht. En we reden net langs en hij is nog steeds dicht. Dus ik ben altijd wel van nieuwe dingen proberen. En Dave vindt dat altijd een beetje tricky. Want dan denkt hij, ja, als het kut is, is het kut. Maar ja, dan eet je een dag iets minder. Dat is ook niet zo erg. Dus we gaan gewoon nu op zoek. Dit vond ik er best wel leuk uitzien. Dus ik dacht, ja, laten we het gewoon proberen. Of een andere vind ik ook best. Dan eten we eerst gewoon eventjes snel wat. Kijk, ik vond dit er weer super cute uitzien. Nee, dit niet? Anders vraag je toch binnen, Korean barbecue beef? Er zitten hier echt honderden Korean barbecue'tjes. Kijk, en ik wil best iets kiezen, maar Dave is dan altijd zo, als ik dan iets kies en het is shit, dan moet ik dat zo lang horen. Dus ik heb liever gewoon dat jij de keuze maakt. Maar eerlijk, als ik de keuze maak, is het 99. Nou ja, daarom zeg ik, ik wil niet pushen dat we er leuk, bij dat leuke sakura boompje naar binnen gaan. Maar kies jij maar wat dan. Als jij bij eentje wil waar het vet van de raam afdruipt, ja, ik volg je gewoon. Nou, hier hebben ze denk ik schaap, varken. Dave zegt, ja, even op de menukaart kijken. Jezus. English opzo? Ik denk dat het Chinees is, maar het ziet er echt heel tof uit. Maar we kunnen toch vragen of ze English menu hebben? Moet ik het vragen? Dit is toch ook helemaal geinig als je met z'n allen gaat? Ik vind het echt leuk. Er zit niemand. En dit dan op de hoek, het ziet er ook cool uit. Bring on the night. Alleen drankjes, hè, schat. Want dan zit dat weer. Het ziet er echt leuk uit. Zou het vragen? Het lijkt op een soort van shotjesbar. Kijk, dit is toch leuk? Dit wil je toch? Ja, toch? Het ziet er echt leuk uit. Goede muziek ook. Ja, dit kunnen we toch niet lezen. Het ziet er zo leuk uit. Ik ben helemaal blij. We zitten in zo'n geile plekje. En we gaan dus nu eten bestellen. Dus als dat ook top is, dan hebben we gewoon een nieuw restaurantje gevonden. Yamzee. Good choice, good choice. I love you. Ja, ik was eventjes bang. Ik wil eventjes een moment voor de eerste hap. Suiker van... Heel duidelijk. Ja? De tuna tataki. En de jumbo shrimp. Het ziet er echt mega lekker uit. En de rest is ook echt super lekker. Oké, dat was dus top. Hier komen we zeker terug. En we gaan nu lekker een massage pakken als er een plek is. Wow. Dave en ik waren gisteren helemaal oud naar de massage. Het was echt mega goed. Ze gaan helemaal zo bovenop je staan. Ik had met olie en Dave had zonder olie. Dus dan krijg je zo'n pyjama aan. En daarna kregen we zo'n lekker kopje groene thee. En zijn we naar huis gegaan. En Rio was super lief geweest bij Annie. En Annie, ja. Vind je Annie lief? Annie is lief, hè? En we gaan dus nu naar buiten. Ik ga Vicky weer even een nieuw koffietentje laten zien. En Rio is niet helemaal lekker onder zijn petje, dus we blijven hier een beetje in de buurt. Ja. En het weer is toch niet super, dus is het niet zo heel erg om gewoon even een klein rondje te doen. Dus deze outfits heb ik geregeld aan.
Dus ja, ik heb meestal van die sporttruien aan. Die kan je hier in al die leuke winkeltjes kopen. Maar ik zag ook dat ze bij de Zara hadden. En dan met leggings of biker shorts en trainers. En ja, het is gewoon super comfortabel. En ik vind het ook nog wel cool staan. Ik ben vandaag naar de HomePlus geweest en we hebben deze aanwinst voor Rio gekocht. Want die vond hij zo leuk met de Pasen. Rio, kom eens. Oh, en Dave vindt hem ook heel leuk, kijk. Het gaat ook lekker hier op die marmeren vloer. 1, 2. En hij heeft ook nieuwe gimpjes en een nieuwe rugtas. Wat ben je cool? Wauw! Papa erop? De gimpjes zijn ook een beetje groot. Papa erop? Maar die man zei dus dat ze goed waren, maar die dacht waarschijnlijk op de groei. Papa erop? Papa? Nee, Rio. Rio erop? Zo. 1, 2. Oei! Rio wil vaak zelf lopen en dat vind ik natuurlijk heel erg gevaarlijk, dus papa. Er kan speelgoed in een rugzak natuurlijk en hapjes en dingetjes. En deze kun je mooi om je pols doen, zo. En dan kan hij je gewoon een handje geven of je kan hem gewoon zo vasthouden, er zit elastiek in. En hij vindt het zelf helemaal toppie, omdat hij dus zelf mag lopen en steppen en doen. Zonder dat hij dus de weg over kan rennen of in een winkelcentrum ineens zoek raakt. Het zijn dus deze geinige Air Max'jes. Ik had witte gimpjes nodig. En super easy met klittenband. Het lijkt erop alsof ze echt mega lekker zitten. Dave is ook lekker 2 dagjes vrij. En ik heb net eventjes een wijntje voor ons ingeschonken. Dave zit lekker met de crypto op zijn schoot. Hè? Ik denk dat er veel mannen op het moment van vrouwen hiermee bezig zijn. In ieder geval mijn vader en mijn man. Nou, ik heb eventjes wat kroephoek neergezet. En ik heb dus zelf net, satésaus gemaakt van, pindakaas, sojasaus en chilisaus. En een beetje water. Een beetje creabea. Ja, lekker zo. Heb je niet geproefd dan? Jawel. Ik vond het ook best lekker. Goedemorgen. We gaan vandaag iets super leuks doen. We zijn al heel vroeg uit de veren. Het is hier pas 8:30. We gaan zo over een half uurtje de deur uit. Wat is er, schat? Wil je er voorbij zitten? Mag wel. Kom maar. En we gaan naar E-World. Dat is in Daegu. 1,5 uur rijden ongeveer. En Natasha en Jason zijn gisteravond al vertrokken. Want die zijn er blijven slapen. En wij wilden gewoon deze ochtend erheen rijden. Ook in verband met kimchi. Vicky is hier in de buurt, dus die laat vanmiddag kimchi uit. Dus dat is ook heel fijn. En dus wij gaan straks vertrekken. Lekker koffietje mee in de auto, misschien wel een donut. En ik ben dus heel benieuwd wat Rio ervan vindt. Want we zijn wel eerder naar een pretparkje in Korea geweest. En dat kunnen ze hier wel heel erg goed. Alleen ja... Toen was Rio gewoon nog niet zo zich bewust van een pretpark. En mocht hij nog bijna nergens in. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij het nu vindt. Of het een angsthuis is of dat hij alles heel erg leuk vindt. Hij is nu aan het mopperen. Misschien moet je even een dutje doen in de auto. In de auto. Ja. Ik heb dat tuigje natuurlijk gekocht. Dat komt natuurlijk ook heel goed van pas in een pretpark. Dave zijn douche. En ja, ik ben dus heel erg benieuwd hoe E-World is en of Rio het leuk vindt. En heel misschien gaan we dus, als er nog tijd voor is, ook nog naar een ander soort park. Mama! Een soort dierenpark, dus ik ben benieuwd. Zachtjes, hè? Ja. En jullie zullen wel denken van een beetje gevaarlijk zo met een hond en zo dichtbij. Tuurlijk hou ik het wel in de gaten, alleen...
Ik ken geen lievere hond met kinderen als Kimchi. Ik weet niet of het het ras is. Ik heb nog nooit eerder een Engelse / Franse bulldog of iets in die richting gehad. Maar hij is zo mega lief. Hij wil ook naar alles mee doen. Dat ik het soms gewoon zielig vind voor Kimchi. En dan grijp ik natuurlijk in. Maar hij is gewoon mega relaxed. En ik denk zelf als eigenaar van een hond. Tuurlijk dat je alert moet blijven met kleine kindjes. Alleen ik merk gewoon dat hij echt super zachtaardig is. En dat je dat zelf dus wel een beetje aan kan voelen. We zijn er klaar voor. Yay! E-World! Zeg maar, yeah, wow, Rio! Yeah! Wow! Ja, ja. Ja, dat kan. Rio, wil mama een video opzetten? Papa. Wil je Trolls kijken? Nee. Trolls? Nee. We zijn er ongeveer over een kwartiertje. Deze is echt een hele goede driver. Gelukkig maar, want ik ben een hele slechte. Ik ben ook al best wel weer toe. Het is nog hartstikke vroeg, maar aan lunch. Plus een koffietje misschien. Koffietje misschien. Ja, we hebben wel een koffie op bij Duncan. Maar er gaat op zich wel weer een koffietje in. Moet je even kijken. Wat een mooie bloemen. Exit the highway. Weet je, schat? Kijk dan. Wow. Natasha en Jason zijn er al. Die hebben net ontbeten. En ik had dus even op YouTube gekeken. En ik kon dus niet echt vinden dat het echt voor kleine kinderen was. Maar misschien de mensen die voor YouTube filmen. Dat die juist in de grote attracties gaan. Om te laten zien hoe cool het wel niet is. Dus ik hoop wel dat ze ook wat voor Rio te doen hebben. En ja, verder kon ik er ook niet echt bij zitten uitkomen. Analyzing current traffic. Maar het is super mooi weer. Het is 20 graden met volop zon. Ja, Rio heeft er zin in. Ja, Rio slaapt dus. En dus ja. Onze dag kan niet meer kapot, conditions. We gaan ervoor, jongen. Ik heb alleen mega last van hooikoorts. En ik zei tegen Rev, ik ben volgens mij heel erg verkouden. Mijn ogen zijn dik. En zei, ja, je hebt gewoon hooikoorts. Dus dat zou ook kunnen. Wow. Wow. You are almost at your destination. Ik krijg helemaal zo'n Disney gevoel, schat. Wat jij? Zo. Even een drankje halen en ik sta hier in de rij voor de ticket. Maar ja, daarna sta je dus in de rij om binnen te komen. Dus eerst in de rij voor de tickets en daarna in de rij om naar binnen te gaan. Ik denk dat je ook zo'n QR-code moet hebben. Dus ik hoop niet dat ze daar moeilijk over gaan doen, want dat hebben wij dus niet. Over de man met de drankjes gesproken. Wat zie je? Mooi? Het ziet er wel veelbelovend uit nu al, vind ik. Hier kunnen we misschien wel een broodje halen. Wil je een broodje halen? Nou, of dat ernaast. Wil je schitteren? Wow, Rio! Mooi! To people that we have more money. Yeah, but this point of it. Yeah, but they cancel it. Now you can only do like this. You can do you everybody can use the best hand, but you have to give the time. Yeah, you have to give the time. Wow, Rio! But that is the point of it. Dave eigenlijk niet zo'n held is met dit soort dingen. Maar
hij gaat er toch in en hij wilde niet achterblijven. En nu stuurt hij me net een appje. Joe, hij gaat achteruit. Ik denk dat ze nu aan de beurt zijn. Kijk hem. We zijn dus nu bij de dierentuin. Daar kon je gewoon komen door het pretpark heen. Dus het is zeg maar van hetzelfde. En we zijn nu voer aan het kopen Rio, voor de beestjes. Rio, kijk! Rio, kom papa. Wow, what do you have? These are the No, I think we've seen them. Look at the four. One is for birds, I think. And it's like different animals. And one is for us if we're hungry. For us. The carrots look really nice. Krokodil. Oh. Kijk daar nog een. Kijk daar gaan kijken. Een beetje zielig. Kijk nog eentje. Wow. Dit gaat weer dichter. Yo. Goed zo. Dat is lief, jam. Nog eentje geven. Hij vindt het lekker. Wow. Kijk uit voor je vingertje. Wow, wat goed. Ja, ga maar aaien. Aai. This is no carrots. Really? Yeah, look at oh my god. Who got a cat? Rio, 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 Rio. You have to get the other one. Hey. Titi. I'm not worried. This is Eva, come here. Rio, kom papa, doe maar je handje. Wow, Rio. Wat kan je dit goed, schat? Oh, wat lief van jou. Heeft hij honger? Heeft hij honger? Nou, wij zijn onderweg naar huis. Het was een heel geslaagd dagje. Super warm is het. En we zijn helemaal gaar. Dave is helemaal naar kloten van de hooikoorts. Ik heb er ook wel last van. Maar Dave is echt... Nou, ik weet het niet. Nee, geen pilletje. Die was er vergeten. In ja, is niet best. Bij mij is het nog wel iets beter. Maar ja, het was een erg geslaagde dag. Alleen we gingen dus weg omdat het gewoon nou ja, ook wel genoeg was met die kleine. En hij mocht eigenlijk nergens in, alleen de kop en schotel. De rest eromheen was nog wel echt super leuk voor hem om gewoon te zien. Gewoon de kleine dierentuintje. Ja, en we zijn dus naar het kleine dierentuintje geweest, wat echt super leuk was. Ja, het is natuurlijk niet heel diervriendelijk allemaal. Het was ook meer een soort van kinderboerderij. Rio vond het helemaal fantastisch. Hij kon de diertjes eten geven. Hij vond het echt prachtig. En hij ligt nu achter in de...
eentjes gehad. Achterin. En we moeten dus nog anderhalf uur naar huis en dan gaan we lekker het wandelen. Wedstrijd kijken, ja. Dat had ik niet verteld, maar Dave is dus 2 dagen vrij. Omdat hij vandaag niet speelde, omdat zijn lichaam gewoon rust nodig had. En er komen belangrijke wedstrijden aan, dus hij is nu gewoon thuis. Wat voor mij super fijn is. Dus vandaag konden we het leukst doen, maar morgen ook. En als het goed is, zijn we zo op tijd thuis voor de wedstrijd. Als het verkeer een beetje mee zit. En gaan we die dus lekker kijken. Misschien wel met een glaasje wijn. Wij zijn inmiddels thuis. We hebben net een kaasplankje gegeten. En wat fruit. En net een glaasje rode wijn ingeschonken. En we zitten naar Busan Hyundai te kijken tegen Suwon. En Kimchi zit hier op een waterfles te bijten. Rio zit een waterfles. Ik weet niet wat hij ermee aan het doen is. Rio, wat ben je aan het doen? En Dave zit ook hier aan een glaasje wijn. En die heeft nog steeds last van hooikoorts. Dat was het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb een heel fijn weekje gehad. En ik hoop jullie ook. Ik hoop ook dat jullie snel weer naar buiten kunnen. Ik hoorde wel wat goede berichten uit Nederland overkomen. Dat de terrassen mogelijk weer open gaan. Dus dat zou ook wel heel fijn zijn. En ja, vergeet niet te liken, te subscriben. En dan zien jullie mij volgende week weer. Doei!